Savantzorg is samen met woningcorporatie Wocom bezig met grootschalig onderhoud aan de appartementen in woonzorgcentrum Savant De Lisse in Asten. Wocom vervangt fasegewijs preventief alle waterleidingen in de woningen van beide locaties. Door de werkzaamheden zijn de appartementen enkele dagen niet bewoonbaar. Bewoners van De Lisse waren daarom de laatste weken op vakantie in de Putsehoeve in Bergijk. Sirius TV ging op bezoek in de laatste vakantieweek. Andrea Verhagen, teammanager zorg van Savant. Voor jou is het vakantie bijna op. Ja, week 9. We hebben nog een paar dagen te gaan. En we sluiten deze week wel met super fantastisch lente weer af. Dus heel positief. Hoe lang ben je nou hier geweest? 9 weken. En dan met name op de maandag en op de vrijdag. Dus bij aankomst en bij vertrek weer terug naar de eigen locatie. Ja. Dus het is eigenlijk allemaal heel erg super verlopen. Echt vakantiegevoel gehad, elke week weer. En elke week had ook wel weer een leuk verhaal waar mensen elkaar hebben leren kennen op een hele andere manier. Ja. Rummy Cup Club hebben we eraan overgehouden op Zonnehoven. Dus goed, in die zin, op heel veel vlakken, gewoon heel veel leuke verhalen. Je gaat het nog missen? Ja, waarschijnlijk wel. Ja? Goed, van de andere kant is het natuurlijk ook prima dat het achter de rug is. Voor de mensen is het toch met name bij het vertrek het achterlaten van eigen appartement, alles opruimen. En maar hopen dat alles weer spik en span is als ze thuis zijn. Dus voor heel veel mensen is het toch uit die comfortzone en toch wel even een kleine aanpassing. Ja. Voor deze vakantie, toen heb je ook verkort als vakantie. Is het ook een vakantie geworden voor de meeste mensen? Ja, achteraf bezien is het echt als een vakantie uitgepakt. En daar hoopten we natuurlijk van tevoren. Wel, maar het was in die zin eigenlijk toch meer of meer verplicht. Maar er zijn eigenlijk geen bewoners geweest die het echt als heel negatief hebben ervaren. Zijn er mensen naar huis gegaan of niet? Nee. Er zijn wel een aantal mensen die bij kinderen in huis zijn geweest of een andere oplossing hebben gezocht. Die keuzevrijheid die hadden mensen uiteindelijk ook. Maar de mensen die mee zijn geweest, die hebben het echt gewoon super gehad. En daar hebben we natuurlijk wel te danken aan verzorgende teams van de eigen afdeling die zijn meegegaan. En de klanten gewoon heel goed kennen en samen met familie en welzijn gewoon een superleuke week van hebben gemaakt. Riek Hofnagels van De Lisse naar de Putsehoeve in Bergijk. Hoe is het bevallen? Heel goed. Nooit gedacht dat ik nog op vakantie zou gaan. Ja. Want is het gewoon vakantie? Dit is vakantie voor mij. Ja. Wat doe je er al dag dan? Nu hier? Nou ja, je wordt 's morgens lekker geholpen met opstaan en wassen. En dan om 9 uur nog bij. En voor die tijd al een lekker kopje koffie. Nou en dan ontbijten, zoeten, dus lopend buffet. Allemaal samen? Allemaal samen, ja. Lekker. En de rest van de dag? De rest van de dag? Spelletjes, wandelen en kletsen. Ja. Met allemaal dingen die je in De Lisse niet kunt doen? Jawel, maar niet zo groep als nou hier. Ja. Dus je zit wat ruilen, De Lisse en hier? Ik zou hier best lang willen blijven. Ja. Dat is een goed teken, hè? Ja. Het is er goed. Ja. Ja. Piet en Annemie van Spaget uit Asten. Goed naar mijn zin, Piet? Of ik het hier naar mijn zin heb? Ik zou hier wel willen blijven. Oh. Ja, zo fijn vind ik het hier. Annemie? Ja, dan wil ik mee natuurlijk. Hè. Ja. Hij is nog met mij meegegaan naar De Lisse, dus wil ik dadelijk ook mee weer hierheen natuurlijk. Wat is er mooi aan, Piet? De natuur. Ja. De natuur. Ja, Asten ook, hè? Hm? Ja, Asten ook. Maar we zitten nou hier samen, gezellig, rustig. Ja. Hè, prachtig weer. Toen ik hierin vertrok, was ik een beetje bang van of alles goed zou gaan. Nee, helemaal niet. Nee. Ik ben graag er even uit, toch wel. Ja. Ik ben er 5 dagen uit, maar we moeten een keer terug, hè? We moeten terug, maar als het zo weer blijft, dan kunnen we hier nog enkele dagen heerlijk genieten.